Goedemiddag en welkom bij de tweede aflevering van Bakken met Dikzakken. De tweede aflevering van Nooit Oud voor Havermout. En de tweede aflevering van Koken met de Bier. Vandaag gaan we maken een smerige slootbrood. En daarvoor hebben we nodig dadels, amandelen, havermout, eieren, wortel, peen. Peen is voedzaam, peen is vezelrijk, peen is caloriearm, peen is gewoon lekker. Eetdrijven, avocado en bakpoeder. Maar dat heb ik niet in huis. Je weet wanneer de avocado rijp is door even in te knijpen. Ja, deze was wel rijp. Het eerste wat ik ga doen is 150 gram havermout afwegen. En daar 4 eieren bij doen. En 15 dadels. Vier eieren. Ah, de batterij van de camera is bijna leeg, dus ik ga hem even opladen. Oké. Zo, daar ben ik weer. Ja, 15 dadels. Havermout, eieren en dadels. No way dat het goed gaat mengen, maar we zullen het wel zien. Je kunt beter gewoon een keukenmachine gebruiken. Maar ja, Magi Mix heeft nog steeds niet een bericht gestuurd. Hé, hey, geen troep. Hé, hey, wil je misschien een keukenmachine hebben? Dus ja, ik heb gewoon een staafmixer. Oké, het mengt op zich best aardig. Dus ik doe de avocado erbij. Ja, ik kocht er één, maar dat was een actie. Je kreeg een tweede avocado. Je kunt checken wanneer je avocado goed is. Als hij ruikt naar hoe het ruikt in bloemistenzaken, dan is hij niet goed. Bloemistenzaak. Goed. Maar ja, de oven voorverwarmen op 175 graden. Dikke tip, alles wat je in de oven moet doen, kan op 175 graden. En dan variëren in tijd. Behalve, nee, alles. Ah ja, bij het smerige slootbrood maakt het dus niet uit of er stuk in zitten. Want het moet zoveel mogelijk lijken op een stuk vuil wat in een gracht of in een sloot ligt te drijven waarvan je niet weet wat het is. Oké, zo ziet het eruit. En de wortel moet er eigenlijk nog bij, maar die meng ik eventjes in een grotere kom. Kijk, ik gebruik julienne-peen. Liever heb ik geraspte wortel, maar ik heb dus geen zin om wortel te raspen. Oké, dit is het beste wat ik ervan kan maken. Ik heb een siliconen cakevorm, daar doe ik het in. Kijk, dan moet er alleen nog eventjes een beetje amandel op. 25 gram amandelen. Even een author's note voor deze noot, voor alle noten. En noten bevatten veel vetten en daardoor veel calorieën. Dus noten zijn misschien wel gezond voor je, misschien soms in je dieet. Maar als je er veel van vreet, dan krijg je alsnog een dikke pens. Dus met mate, niet altijd, en ze zijn niet heilig. Kijk, 25 gram noten, amandelen, is ongeveer een klein handjevol. Dat is meer dan 150 kilocalorieën en dat is dus meer dan een Mars ice cream. Dus als je let op je calorietjes. Iedereen die vindt dat je zoveel mogelijk noten moet eten, is een idioot. Zo, en dan kan het in de oven. Ik weet echt niet hoe lang, dus ik doe het eerst 40 minuten. En dan kijk ik wel even. Ik weet niet meer wat ik deed. Echt anderhalf uur later of zo. Ik denk dat hij wel klaar is. Ah, hij ziet er in ieder geval niet klaar uit. Maar dat is het mooie van een smerige slootbrood. Dat ziet er sowieso niet uit. Kijk. Hier, dan maak ik even een plaatje voor het YouTube thumbnail. Wortel, avocado, havermout, dadels, amandelen. Ja, super vies. Oké, doei!